komen we tot zoiets? Dan kom ik toch even weer bij Hilde terecht. Uiteindelijk Groenalliantie Midden-Holland, onze opdrachtgever, die heeft ons als opgave meegegeven meer biodiversiteit in alle gebieden van Groenalliantie. Dus dat is de eerste stap. En dan denken we, dan zijn we Staalbos weer. Die heeft, wij hebben best wel wat kennis en kunde in huis om dat te realiseren. Want dat is ook waar ons hart ligt eigenlijk, om dat te realiseren. Wat is er nog mooier om iedereen te betrekken in het betreffende gebied. Die betrokken is, die binding heeft, maar die ook al jaren hier sporen die heeft, veel kennis heeft om dat te benutten. Dus door middel van de vrienden van het Goudse Hout hebben we dat ter tafel gebracht en zijn we met elkaar in gesprek gegaan. De IVN, Heemtuin, KNV, voor de rest iedereen die hier wel is welkom om aan te schuiven. Netwerk Achterwilens. Netwerk Achterwilens, niet te vergeten. maar zo zijn we in de rondte gelopen, hebben we achter op de kaart gekeken. Dan zijn we in aanraking gekomen met Pas van de Vlinderstichting, die natuurlijk voor een andere project ook projecten mee gedraaid heeft. En zo zijn we tot het idee van die dillen gekomen. Een eerste stap om de biodiversiteit te vergroten. Het krijgt nog verder vervolg in verdere projecten, wat we al met elkaar eigenlijk afgesproken hebben. En dit is de eerste stap. En dat is een hele mooie stap die we gaan maken. En ik wil eventjes Pas nog even de gelegenheid geven om dit project nog even hier in te zoomen van het, de nut en noodzaak voor de ideeën. Ga ik doen. Ik ben gast van de Vlinderstichting en ik neem direct een vlinder mee als eerste. En je had de cursus gevolgd, dus jij weet welke vlinder dit is. Ik denk niet. Dagpauw. Ja, is de dagpauw. Ja, we hebben een vlindercursus gegeven 2 jaar geleden al hier. Dus die mensen weten het wel. Dagpauw, één van de vlinders waarmee dit jaar heen is. Slecht, ik wist het. Waarschijnlijk heel erg voor een deel afkomstig ook van het hele warme en droge jaar wat we vorig jaar hadden. Maar natuurlijk niet alleen, want het is al veel meer bekend over de achteruitgang van insecten al jarenlang, decennia lang. En die vlinders zijn ook insecten en die gaan erg hard achteruit. Komt door allerlei oorzaken. Onder andere natuurlijk het buitengebied en de intensieve landbouw waar we mee te maken hebben. Zeer efficiënt, zeer veel productie leverend. Maar voor vlinders en voor andere insecten is dit natuurlijk een totale woestijn. Niets te halen. Het stedelijk gebied, op zich goede kans voor insecten en voor vlinders, maar heel veel in het stedelijk gebied is gewoon groen. En er wordt wel eens gezegd, en trouwens zijn er ook meer groen in de stad. Ja, dan zijn er meer kleur in de stad. Want groen is groen en dan heeft biodiversiteit helemaal niks aan. Als er op een verbod wordt, ook vind ik het ook prima, dan mag het ook lekker kaal gemaakt worden. Maar al die plekken waar niks mee gebeurt, verder maar alleen de maaier ook mee. Nectar nodig, bloeiende planten waar ze nectar uit kunnen halen. Die bijen hebben ook nog heel veel stuifmeel nodig om aan hun jongen te voeren. Nou, zonder bloemen geen stuifmeel en dat is een groot probleem. Vandaar het project Idillen. We zijn nu vanaf 2013 bezig en dit is zo'n beetje de 100ste Idillen die in Nederland wordt aangelegd. En de ondertitel van Idillen is Bloemen voor vlinders, bijen en mensen. En heel nadrukkelijk alle drie even belangrijk. Er moeten plekken zijn waarin dat mensen langs kan. Nou, hier bij het ontmoetingsplein, mooier kun je niet bedenken. Daar een idylle aan te leggen. Voor vlinders, en dan vooral voor die graslandvlinders. Die vlinders, zoals dit Icarusblauwtje, die vroeger overal in alle boerengraslanden zaten, want alle boerengraslanden waren gewoon bloemrijk grasland. De bermen waren allemaal bloemrijk. Nou, inmiddels, bloemrijke graslanden zijn bij de boeren niet meer te vinden. Bermen worden half juni nog gemaaid. En dus hebben deze vlinders, de blauwtjes, de zandhoekjes, oranje tipjes, die graslandvlinders hebben het vreselijk moeilijk. Nou, daarvoor zijn die idylles bedoeld. Bloemrijke plekken voor graslandvlinders. En voor bijen. Uiteraard voor de honingbij. Hè, die heeft het ook moeilijk. Maar die wordt ongelooflijk vertroeteld door zijn imker. En die imkers, kijk, een klein koolwitje. Echte vlinder. Goed. Maar vooral ook de wilde bijen. We hebben 358 soorten in Nederland. Eén daarvan is die honingbij. De rest is allemaal wilde bijen. Die wilde bijen moeten het in hun eentje doen. Die hebben geen imker, maar die hebben ook niet een volk om zich heen. Die moeten het echt in hun eentje doen. Die hebben dus heel veel bloemen dicht bij elkaar nodig. Stuifmeel te verzamelen en heel veel van die bijen hebben echt een voorkeur voor bepaalde bloemen voor die stuifmeel.
als je in een idylle probeert zoveel mogelijk verschillende bloeiende planten te krijgen, zodat heel veel bijen zich daar goed thuis voelen. En even voor de duidelijkheid, dit is niet margriet, dit is een madeliefje. Dus dat is echt een heel klein, schattig bijtje. En je snapt, als deze naar het volgende madeliefje vliegt met zijn buik vol met stuifmeel, ja, dat is de bestuiving optima forma. Dus voor de vlinders, voor de bijen. En hommels horen ook bij die wilde bijen. Zijn wat makkelijker, die zullen het eerste jaar er al heel veel zijn. Die andere bijen hebben even tijd nodig om hier te komen. Zijn wat specialistische vlindersbijen, maar echt nadrukkelijk ook voor de mensen. Hier het pad wat mooi langs loopt, iedereen kan ervan genieten. Er komen hier veel mensen in Goudschout en daarom is het een ideale locatie voor een bloemrijk gat met vlindersbijen en mensen. En ook, ja, als de bloemetjes geplukt worden, geen hek eromheen, geen schrikdraad, geen prikkeldraad, gewoon. Ja. Voor de mensen, als die kinderen bloemen willen plukken, er moeten zoveel bloemen zijn zometeen dat het geen enkel probleem is. En het is toch fantastisch als ze met een bosje bloemen thuis komen. In plaats van dat ze alleen maar achter een telefoontje aan het tikken zijn. Dus idyllisch voor vlinders, bijen en mensen. En we gaan hier zometeen samen een inzaaien. Leuk. Ja, dankjewel. Ja. We zijn inderdaad heel blij met de Vlinderstichting die dat het mengsel. Maar we gaan nu actie ondernemen. En Kars die neemt ons even mee in het hoe of wat. Juist. Dus hard werken. Toch weer het woord aan jou terug. Mooi. Wethouder was eerst dus op hard werken. Ik weet niet of je eerst even nog iets wil zeggen. Ja, dat wil ik ook graag. Maar misschien goed om dat nu even te doen. Dan gaan we daarna uitleggen hoe we zijn. Wij zijn als stad Gouda nu genomineerd tot de vijf vriendelijkste gemeenten van Nederland. Zijn er nog een groep 15 gemeenten in de race. Dus ik hoop heel erg dat we dat worden natuurlijk. Maar dat worden we, maar daar moeten we ook zelf aan blijven werken. We hebben al onze bermen waar we altijd proberen om zoveel mogelijk die bloemen te laten bloeien. Dat land om ons heen, ja, dat is natuurlijk inderdaad het probleem. Hè? Dat plaatje van die weilanden. Groene hart. Ik hoor de laatste naam, ja, dat is eigenlijk lekker grasveld. Het is wel gewoon, wat is de natuurwaarde eigenlijk? Dat vind ik heel mooi. En nou ja, wat wij daar in de steden en in de parken aan kunnen doen, dat is volgens mij allemaal meegenomen. En als het dan ook nog onderdeel is van een grotere beweging, dat we ook nog de kant om ons heen wat diverser maken en wat minder alleen maar die ene grasprit en dan heel vaak, dan kunnen we daar hopelijk ook stappen zetten. Nou, ik ben dus heel blij hiermee. En ook heel blij voor jullie inzet allemaal, want er zijn ook heel veel vrijwilligers die hier bezig zijn. Zelfs Bosbeheer, die hier heel goed werkt, want ik had laatst een rondleiding. Het stikt hier van de zwanenbloemen, dus krabbescheer. Ja, dat is echt hartstikke mooi. En ook een heel goed teken dat de kwaliteit van dit gebied echt behoorlijk goed is. Nou, hier voegen er iets aan toe, waar ik echt enorm blij mee ben. Dus ik hoop echt dat die insecten hier lekker kunnen leven. En nou, ik ben ook heel blij dat ik erbij kan zijn, dus dank jullie wel daarvoor. En ik ga graag als eerste een beetje zaaien. Dus heel goed. Ik heb nog één toevoeging als het mag. Dit noemen we idylle 1 en wij hebben ook een idylle 2. En dat is meer, noordwaarts. Daar is een bestaande veld wat al heel veel potentie had om groenrijk te zijn. Dat vind ik ook een hele mooie actie. Zijn met vele vrijwilligers die hier staan. Zijn ze naar de heemtuin gegaan op de avonduren, zaterdags, om daar zaden te oogsten. En die zijn dus op dat veld uitgezaaid. Dus te versterken zonder dat je de zoden helemaal open maakt. Hier hadden we heel veel storende soorten van braam en haagwinden. En hier hebben we de boel wat afgeplacht. Hier hebben we wat een rijke aarde wat weggehaald. Was daar dus niet nodig, maar ik vind het wel gaaf. We hebben twee idylles in het Goudschout. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben. Oké, prima. Draaien wij ons om naar de idylle. Kaal gemaakt, want er moet gezaaid worden. En het zaad wat hier gezaaid gaat worden, dat is geleverd door Biodivers. Dat is een kwekerij die zaden verzamelt en ook opkweekt hier uit Zuid-Holland, uit de Vloer. Dat zijn inheemse planten. Dat je ziet misschien wel eens bij boeren van die mooie akkerranden. En dat zijn dan van die fantastische kleurrijke randen. Maar dat is een zogenaamd carnavalsmengsel. Spotgoedkoop. Hartstikke mooi kleurig, maar voor vlinders en bijen eigenlijk nauwelijks van belang. Mooi, hoor. Dit zijn inheemse planten die hier thuis horen. Niet alleen maar klaprozen en korenbloemen, die het eerste jaar komen en na een jaar verdwijnen. Dit zijn meerjarigen. En het is ook zo, en dat is goed om te weten,
gaan het nu inzaaien. Volgend jaar komt er al het nodige op. Maar pas over 2 of 3 jaar, dan is die situatie zoals die uiteindelijk gaat worden. De echte bloemrijke situatie. En dat blijft hij dan ook tot in de eeuwigheid. Als het goed is. Ja, dat is wel je mag nog op afrekenen, tegen die tijd. Ja, dat snap ik. Het is nog wat je gelooft. Dan is in de eeuwigheid wordt het bos. Juist. We hebben 2 mengsels. Laten samenstellen. 1 voor de oever. Daar zijn dus vooral dat het vocht minder plant. Het water staat nu vrij laag. Als het een beetje flink gaat regenen en zo van de winter, dan komt het nog een stuk hoger te staan. Dus het is een hele plas grasberm hier. Daar gaan we, die emmertjes die langs het water staan, die worden daar gezaaid. In de eerste 4, 5 meter langs het water. En de rest is een wat droger mengsel, dat is ook veel droger. Het is gemengd met zand. Je ziet het zaad er wel tussenin zitten, maar het is gemengd met zand om het goed te kunnen verspreiden. En het mooie is, we hebben bij de grondbewerking het netjes glad afgewerkt, dus je ziet precies waar je zo meteen zaait. Want we hebben best relatief weinig emmertjes en een heel groot stuk. Dus het is echt de bedoeling om te proberen inderdaad het goed te verdelen. En ook niet, we zaaien heel vaak met kinderen in en dat is geweldig. Berg met zaad liggen en een enorm stuk waar niks is. Dat is niet de bedoeling. Zaaien is echt, ja, ik ben geen beroepszaaier, maar ik heb het al vaak aan echt zo dat je ziet dat het echt goed fijn verdeeld wordt. Dus dat is de bedoeling. En we gaan ze meteen allemaal bij een emmertje staan. Blauwe emmertjes dus in de buurt van het water houden. Alle andere emmertjes zoveel mogelijk verspreiden over het geheel. Maar we gaan eerst de wethouder aan het werk zetten. Ja, dit is een droge mengsel, dus mag deze kant op, zeg maar. Nee, dan loop ik hier even heen. Ja, prima. Ja. Een beetje wat je bedoelt. Je doet het goed hoor. Het is niet de eerste keer dit. Nee, het is niet helemaal de eerste keer. Sorry. Ik mag geen reclame doorgaan. Ja, het is nog niet klaar. Nee, dat dacht ik ook. Er is nog